Ja, dankjewel Victor. Het kan natuurlijk niet anders dan dat we gewoon achter de pit zijn gaan zitten. En het kan natuurlijk niet anders dat we Christian Albers bij ons hebben. Want ja, moeten we met z'n allen zeggen, dat hebben we de hele winter natuurlijk al gezegd. Het is weer zover. Welkom in Australië. Dankjewel. Jij bent hier al vroeg naartoe gegaan, hebben we begrepen. Dikke week van tevoren. Waar ben je dan mee bezig? Nou, als eerste natuurlijk wennen aan de temperatuur, omdat je in Europa was het niet zo heel erg warm. Dat is iedereen ook weet en het schijnt ook in Nederland sneeuw te liggen. Ja, ligt een klein pakje snel. Nee, ik zou me er ook geen zorgen over maken. Het is hier heerlijk warm, korte broekenwerk, geen probleem. Nee, het allerbelangrijkste was gewoon te acclimatiseren en te wennen aan de temperatuur. Hier een beetje trainen. We hadden nog wat PR-activiteiten hier te doen. Paul Stoller is natuurlijk in Australië, dus heel veel aandacht. En ja, om gewoon een beetje te relaxen. Goed, dus vatten we even de koe bij de horens. Dan komt vrijdag en dat hadden we ons even allemaal anders voorgesteld. En jij ook. Ja, ik vond het eigenlijk wel heel zwaar. Ik heb heel veel rondjes gereden. En, heel vaak om ons heen gelopen. Nee, ja, kijk... Wat doet het met je? Het is natuurlijk gewoon toter. Het is gewoon... ja, het is wel balen. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen... zeker met het reglement wat we nu hebben... en met de motoren waar we nu mee moeten rijden... en met één motor moeten twee races doen. Dus in principe hadden we sowieso maar vandaag 20 rondjes. En of we die 20 rondjes nou vandaag had gereden of morgen... de motor zit er nog steeds gewoon in de auto. Dus die 20 rondjes zijn er nog steeds. Dus er is niet veel weggegooid. Alleen... Eén setje banden, dat is wel iets minder. Maar morgen hebben we nog steeds twee nieuwe sets. Dus, Maar je buikgevoel zegt, ik wil rijden. Zodra die pit staat open gaat en liggen, dan groenen die gasten. Dan toch? Is dat toch heel normaal? Ja, dat is heel normaal. Heb je dan een beetje de P in, ergens? Of, het is niet jouw schuld. Het is niet Patrick Vizar's schuld. Weet je, dus, Nee, maar het heeft gewoon heel veel factoren waarom we natuurlijk vandaag niet gereden hebben. En dat is algemeen bekend. En, ja, het probleem is gewoon, onze nieuwe auto is nog niet op tijd klaar en die zou pas gaan rijden in Imola. En het is nou eenmaal zo, de FIA en de Marshals en de andere teams die moesten daarmee akkoord gaan. Teams waren allemaal mee akkoord. En, ja, het is wel balen. Je wilt natuurlijk de eerste Grand Prix meteen ook vrijdag eruit rijden. Ja. En, ja, het eindelijk is in winter weer hem in december. Weet dat we een probleem coureur hebben? Dan gaat hij toch weer lopen kloten. Ja, het is eigenlijk jammer, maar niet anders dan dat. Wat doe je dan de rest van zo'n dag? Nou ja, ik kijk een beetje natuurlijk naar het beeldscherm, wat de tijden, wat de andere auto's doen. Een beetje lijnen heb ik gekeken. Leer je daar wat van? Kun je er wat van leren? Ja, dus. Nou ja, we hebben vandaag gezien dat het eigenlijk best wel een zootje was als je het heel, heel kort samenvat. Omdat, ja, natuurlijk met die nieuwe reglementen heb je maar vier setjes banden. Ja. Waarvan eentje al wegvalt, want dan moet je de qualifying mee rijden in de race. Ja. Dus hou je drie setjes over en dan heb je op de vrijdag heb je, je moet daarvan van die vier setjes banden moet je één verschillende compound hebben. Dus je moet op vrijdag twee setjes rijden. Maar ja, dan heb je natuurlijk testcoureurs die rijden met vier en je weet natuurlijk niet met wat voor benzine ze allemaal rijden. Dus ja, het blijft altijd een raadsel wat de rondetijden zullen gaan doen straks. En, daar moet je eens proberen je niet gek van te maken. Nee, nee. Laat jij vooral niet gek maken. We gaan er even tussenuit. Zo dadelijk na de reclame zijn we terug naar het Christian. Onder andere uitleggen waar dat knopje voor is. Ik durf het bijna niet te vragen. Tot zo. Nog steeds in Melbourne, Australië. We praten met Nederlandse Formule 1 coureur Christian Albers. Christian, jullie hebben in een vroeg stadium reeds bekendgemaakt dat je dit wilde gaan doen. En toen ben je gaan trainen, volgens mij, onder andere met Armand Kane. Ja. Wat is dat voor een vent, joh? Want ik wil niet, kijk, qua vetgehalte win ik het gewoon dik van je. Maar hij is echt gewoon serieus, ik bedoel niet een randje vet eraan, weet je. Die wordt bij de slager niet eens meer uit de schap gehaald, gewoon zo weinig vet. Ja, nee, ja, ik heb, ik weet niet hoe het komt. Ik ben ontzettend gemotiveerd geworden. En misschien is het wel dat ik in slaap was gevallen met de DTM. En eindelijk dat ik een keer de stap heb kunnen maken naar Formule 1. En, we hebben daar een test gehad en ze vonden daar dat mijn vetpercentage ietsje te hoog was. Het was iets van 11%. En dat willen ze het liefst op 9% hebben in Italië. Nou, dat ik 11% had. Ja, ik bedoel, hoort van 11%. Ik had gehoopt dat ik het nu ook weer had, maar helaas niet. Nee. En ik ben gewoon keihard gaan trainen met Armand. Zeker 6 dagen in de week. 1 rustdag hebben we er elke keer gehad. Dus, is het dan duurtraining of spieren of een combinatie? Het is een combinatie van alles. Dus heel veel krachttraining, maar ook met heel veel conditietraining. Maar kracht niet echt op de hoeveelheid kilo's, maar meer om de langdurigheid natuurlijk. Omdat je heel lang in zo'n auto zit.
Je komt dan bij Minardi terecht in de Italianen. Daar horen wij alles van. Dat is een warme deken. Die gasten lopen hier natuurlijk van die karakterbekken rond, van die mooie mannen. Dat is echt. Is dat echt zo als je die fabriek komt? Voel je dat om je heen? Ja, je voelt gewoon echt een familiesfeer. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, bij Mercedes had ik dat ook wel. Alleen je merkt hier dat het team wat kleiner is. En je merkt gewoon, Formule 1 is gewoon totaal iets anders als de DTM. Van mijn opinie vind ik dat Formule 1 mooier is. Niet alleen omdat de auto natuurlijk 10 keer beter is als een DTM-auto. Maar alleen omdat het werk valt me eigenlijk best wel mee. Want bij DTM had je gewoon van 's ochtends 8 uur tot 's avonds 10 uur alleen maar verplichtingen en kwam rijden erbij. En nu heb je bij Formule 1 gedraaid het echt om het rijden. En dan de rest valt er dan omheen. Ja, dat is goed. En dat maakt wel wat meer vrije tijd, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Nieuw is, wat heb je meegenomen? Nou, mag ik het proberen te raden? Het achterwiel. Nee. De puit. Het is verkeerd. Kun je even in een notendopje, want we laten hem zo liggen, dan kan erop dat de camera's wel een beetje zien. Kun je even een notendopje voor thuis uitleggen wat hier nou allemaal is? Het is gewoon eigenlijk een computer, hè? Ja, het is eigenlijk gewoon een computer. Stuur kost zo ongeveer $100.000. Dat wou ik zeggen. Dus daarom moet je hem ook altijd terug doen als je... Dat is geen probleem zo dadelijk. Als je er afspint, moet je hem ook altijd opdoen, want anders krijg je $10.000 boete. Ja. Het stuur werkt eigenlijk vrij simpel, alleen je moet er wel een paar keer mee gewerkt hebben. Ja. Je hebt hier twee bovenin twee witte knopjes. Ja. Die zijn voor de mix voor de benzine. Rijker armer. Dat veranderen we best wel vaak in de race, maar ook met practice en zo. Oké. Dan hebben we de blauwe, dat is voor de radio. Ja. Die druk je één keer in en dan komen hier twee lampjes branden. Dan staat die open. Dan staat die open en dan kun je gewoon door blijven ouwehoeren, 3 rondjes lang, dat maakt niet uit. En dan druk je weer in, dan staat die uit. Deze kan heel veel geld opleveren. Ja, die moet je zorgen als je de pit in komt dat je hem indrukt, want anders kost het $250 per kilometer. Ja, kost poen. Pass button is een soort extra boost van de motor. Als je achter iemand zit, druk je hem in en dan gaat hij op een andere mapping. Fractie meer toeren, fractie meer brandstof, even er voorbij. Ja. Inhaalknop gewoon. Een soort inhaalknop, ja, inhaalknop. Zo noem je het snel. Clutch is een knop die je in moet drukken als je dat van de pits hoort. Als ze problemen hebben met de koppeling en met de versnellingsbak, dan kunnen ze een bepaalde resetting doen. Okay. De D is van drink. Als je wilt drinken, spuit het in je helm. Hopelijk blijft hij niet hangen, want anders blijft hij vol. Genoeg! Tanken. Genoeg! Dan heb je de groen is voor neutraal, om erin te zetten. Marker, die oranje, is voor als ik ergens een probleem of ik voel dat de motor een misfire heb of wat, dan druk dat in. Dan zien ze dat op de computer, dat er een probleem daar was. Dan kunnen ze het makkelijker vinden. Herkenningspuntje op de data. Ja. Point, oké. Scroll, dat is iets waar je door dit menu heen kan. Dat is een display, een soort computerdisplay met allemaal verschillende menus. En dit zijn allemaal elektronische afstelknopjes die we de volgende keer gaan doen. Ja. Er staan allemaal teammanagers daar. Kijk, moet je kijken. Ja, doe maar. Come on, we have a driver's meeting. That's what it is. Een dag weinig verplichtingen zijn, dan zit hij met ons te praten en dan met in één keer weer verplichtingen. Nou, dat is niet erg. Het seizoen is nog lang, we gaan vaker praten. Dankjewel voor je tijd nu. En, geen probleem. Op het grijze gedeelte blijven. Ja, zeker weten. Dankjewel. Alright. Dank je. Oké. Shall I take it back now? You can keep it. Yeah, we have plenty to go, don't worry. Oh, this is 2004 spec, I can keep this one. Thank you, Bob. Okay. Anybody? I'll try it.